Wij zijn aanwezig bij het Nederlands Theatersporttoernooi. Dit is een wedstrijd tussen 32 groepen die improvisatietoneel spelen. Niets is van tevoren bedacht en ter plekke wordt er gespeeld met suggesties vanuit het publiek. Fokke Boersma, inwoner van Zuilen. En jullie organiseren het NTT, Nederlands Theatersporttoernooi. Dat klopt. Hoe zijn jullie er zo op gekomen? Tot twee jaar terug werd er al wel eens een Nederlands kampioenschap georganiseerd. Met voorrondes en een eindronde, vaak Amsterdam of Nijmegen. Dat was al 2 jaar niet. En toen hebben we met een aantal Utrechtse teams besloten van nou, dat moet er gewoon komen. Ik wil jullie uitdagen om de achternaam van degene die hier nu staat te gebruiken als inspiratie voor je spel. Nou, 1 dag is er geweest. Hoe is dat gegaan? Goed, het was heel spannend al, omdat natuurlijk de helft ging afvallen. Maar wat belangrijkst was, is dat de sfeer gewoon onderling erg goed was. Er werd veel om elkaar gelachen, met elkaar gespeeld. En elkaar uitgedaagd tot nog mooiere scènes. Kom op, blijf eigenlijk, doe je best! U bent wellicht vergeten dat u een van uw eigendommen arm heeft afgehaakt. Nou is het voor het eerst dat er zo'n groot toernooi is. Wat vind je daarvan? Het is tot nu toe heel leuk. En ja, je ziet echt heel veel kwaliteit van andere spelers. Inderdaad. Het was wel leuk geweest om in ieder geval 1 wedstrijd te winnen. Maar ja, het moet gewoon leuk blijven en niet om het winnen gaan. Ik begrijp dat je alle wedstrijden verloren hebt. ik wil het daar niet over hebben. Nou ja, we hebben alle wedstrijden inderdaad helaas verloren. Maar we hebben wel heel leuk gespeeld. Ik kan er niet meer aan. Ik kan er niet meer. Jullie zijn grote kanshebbers, heb ik begrepen. Dat zeggen mensen inderdaad. Ja, dat valt te bezien. We hebben er ontzettend veel lol in. We hebben ontzettend mooie wedstrijden gedaan en dat was super tof. Maar het blijft toch altijd een momentopname. En het kan de ene keer soms helemaal de mist ingaan. Dus je weet maar nooit. Maar stiekem hoop je natuurlijk wel. Wat is jullie grote kracht, vind je zelf? Ons enthousiasme en de enorme lol die we er zelf in hebben. Opnieuw leren kennen van mensen is belangrijk. Ja, dat is leuk, tof. Sommige mensen die zie ik eigenlijk alleen maar bij dit soort toernooien. En dan is het eigenlijk alsof je elk jaar naar dezelfde camping toe gaat. En dat daar dan hetzelfde gezinnetje ook op diezelfde camping zit. En dat je daar dan zo'n campingvriendje hebt. Zo is het een beetje. Alleen nu zijn het NSK-vriendjes. Maarten, jij bent pianist bij het NTT. Wat moet je doen? Vooral goed luisteren. Het is interactie. Dus ik zie dingen gebeuren op het podium, daar speel ik op in. En zij horen mij dingen doen en als het goed is, doen zij er weer wat mee. Schoen. Oké, en dan? 1, 2, 3! Het is wel fijn als je van veel verschillende muziekstijlen wat weet. Dat je iets verschillends kan inzetten, sferen en geluidjes. De winnaar is...